Ik ben Sander Bruinsma, ik ben docent bij informatica. Ik geef inmiddels 10 jaar les en ik geef zowel eerste, tweede, derde als vierdejaars studentenles. Volters Venlo is een internationale omgeving waarbij kleinschaligheid voorop staat, maar ook praktijkgericht. Dus we hebben veel practica, of we proberen de theorielessen aan de praktijk te koppelen door middel van projecten en door practica die allemaal gestoeld zijn op praktijkvoorbeelden. Informatica is een internationale opleiding waarbij we in de eerste 1,5 jaar veel basiskennis van de informatica opdoen. Dat doen we door middel van praktijkgericht onderwijs. We hebben daar zowel programmeervakken als databasevakken, maar ook bedrijfskundige vakken zitten er ook in. Security, een belangrijk onderdeel in ons basiscurriculum, zit erin. En vervolgens in het tweede jaar ga je keuzes maken tussen allerlei richtingen die je kan kiezen in de informatica. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik zelf informatica hartstikke interessant vind. Dat ook uiteindelijk gelukkig genoeg werk is, aangezien dat ook wel iets is aan je moet denken. Ik ben super leergierig en je leert elke dag wel iets. En ja, dat vind ik hartstikke tof. Informatica heeft op dit moment wat verschillende specialisatierichtingen. De belangrijkste zijn software engineering, bedrijfskundige informatica. Dan hebben we nog IoT embedded, waarbij je robotjes gaat besturen. Maar ook security, cybersecurity is ook een specialisatierichting bij ons. In de software engineering behandelen we met name het bouwen van efficiënte code, beheerbare code. Dus niet een kluwe code die je van internet bij elkaar schraapt, maar echt beheerbare code. Bij bedrijfskundige informatica gaan we meer op de bedrijfskundige kant daarvan in. Dus ook euro's komen daarbij aan bod. Maar ook dingen als big data, grote datasets om daar informatie uit die informatie besluiten te kunnen nemen. De embedded hoek, waarbij je robotjes gaat bouwen en besturen, waarbij real-time een belangrijk topic is. Dan heb je de cybersecurity. Eigenlijk vindt dat in alle onderdelen plaats. Hè. Je wil niet dat je bedrijf wordt gesloten doordat je gehackt bent door een hacker. En daar besteden we ook aandacht aan in dat onderdeel. Zo hebben we meerdere specialisatierichtingen waar je in zou kunnen specialiseren. Ik zelf heb specifiek voor Fontys Venlo gekozen, omdat het voor mij een kleine compacte school is. En als je vaak met problemen hebt, dan is het heel makkelijk om gewoon een leraar aan de jas te trekken. Want ja, ze hebben vaak daar wel gewoon tijd voor, juist omdat het een kleine opleiding is. En een leuk extraatje is omdat het voor mij dicht bij huis is. Informatica wordt gekenmerkt door 3 semesters een stevige basis, waarbij we alle basisvakken behandelen. En vervolgens krijg je een keuzesemester waarin je kan kiezen uit verschillende specialisatierichtingen. Daarna volgen nog een stage en een afstuderen, waarbij je ook weer kan kiezen welke onderwerpen jij interessant vindt. En als tweede deel in het derde jaar zit nog een minor, waarbij je het liefst aan een buitenlandse hogeschool ook nog je opleiding persoonlijk kan maken. Als je naar de opleiding kijkt, dan ziet de gemiddelde week er eigenlijk uit 3 delen. Je hebt een stuk project, je hebt een stuk theorie, dat is iets van 12 uur. Het project is iets van 10 uur. En vervolgens heb je nog 8 uur tot 10 uur nodig om praktijkopgaven te maken. Dus de opgaven die je in de les krijgt, die kan je in die praktijkuren kan je die uitvoeren en uitwerken. In het eerste jaar krijg je inleiding programmeren, een belangrijk vak. En daarnaast heb je nog databases en inleiding in bedrijfskunde. En natuurlijk het project wat ook een groot gedeelte van je tijd opneemt. Studenten bij onze opleiding die zijn met name nieuwsgierig. Ze zijn doorzetters, ze willen graag problemen oplossen. En daarnaast moeten ze ook heel goed kunnen samenwerken. Dat is natuurlijk een competentie die je ook in het latere leven heel goed nodig hebt. Wat mij aan de opleiding verrast heeft, is hoe makkelijk het is om een leraar even aan de jas te trekken als je vastzit. En hoe snel ze eigenlijk bereid zijn jou als student ermee te kunnen helpen. Ja, onze studenten die krijgen vrij snel een baan. Hè. Je kan bijna zeggen dat je een baangarantie zou kunnen geven bij ons. En wat je ziet is dat onze studenten dan toch als database specialist of als programmeur gaan werken.
voor de bedrijfskundige varianten zie je dat je projectleiding, in de managementfuncties, zie je daar wat meer rollen in voorkomen. En ook de andere specialisatierichtingen, embedded specialist of programmeur in de C-taal, dat soort dingen. Dus eigenlijk is het spectrum van onze studenten waar ze te werk komen, is vrij breed.